Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar mijn nieuwe weekvlog. Ik zit dus nog steeds in quarantaine. Dat had ik jullie vorige week ook al verteld. Goed nieuws, want ik ga er deze week dus wel uit. Dus vandaag maandag en zaterdag ga ik eruit. Het is super pittig, moet ik zeggen. Ik ben er ook echt helemaal klaar mee. Ik ben helemaal zat. Echt, het huis is één grote puinhoop. En elke dag begin ik opnieuw. Ja, Rio verveelt zich denk ik ook. Ja, het is gewoon niet gezond. Ik word steeds bleker, steeds meer moe en ja, Rio heeft er ook geen zin meer in, hè? Ja, die proberen een beetje zoet te houden met popcorn. Ja, maar jij wil ook naar buiten. Ja. Ja. En er is dus iets wat ik jullie niet heb verteld, waar ik dus redelijk druk mee ben. Bijna niemand wist het. En 5 maanden geleden was dit al een soort van aan de gang. Ja, ik denk dat ik het toch maar ga vertellen, want ik heb het gisteren voor het eerst aan mijn ouders verteld. Dus ik ga het jullie gewoon vertellen. Wij hebben een nieuw gezinslid. Hi Kimchi. Hey, dit is Kimchi. Onze nieuwe beste vriend, hè Rio? Kimchi, geef Kimchi maar een kus. Ja, dat is toch lief. Is je vriend, hè? Ik denk nu inderdaad, 5 maanden geleden zat Kimchi hier beneden in het raam. En super schattig, mega klein. En ik had zoiets van, ik wil heel graag gewoon een klein hondje. Ik heb natuurlijk 2 grote honden in Nederland. Ik vind het gewoon heel zielig om ze hiermee naartoe te nemen, 12 uur te laten vliegen. En ook als ik op reis ga en 2 zulke grote honden op een appartement, dat is geen doen. Maar ja, ik ben wel heel erg gek op honden. Ik vind het belangrijk dat Rio opgroeit met een hond. Kimchi zat al 2 maanden in een heel klein glazen winkelruit, zoals ze dat hier de hondjes en katjes verkopen. Dat heb ik jullie wel eens laten zien. Mega zielig. En eigenlijk is het natuurlijk niet goed om dan te blijven kopen. Dat weet ik ook. Ik heb zelf Charlie's bijvoorbeeld, een zwerfhond. En daar heb ik hier ook voor gekeken. Dat was toen een heel erg bangig hondje. En dat vond ik toen gewoon te link met Rio. En ja, dit was echt een heel klein pupje. En ik dacht, die kan dan makkelijk onder in de wagen. En dan ben ik ook gewoon wat mobieler. Daar geloof je dus nu niks meer van. Want het zou dus een Frans buldogje worden. En ik kan jullie veel vertellen, maar dit is geen Franse buldog. Het is een beetje gelogen. Dus ik kwam na 4 maanden in Nederland kwam ik terug. En toen was het dus deze Yuko. Hij blijft wel ongeveer dit formaat. Dus er zit zeker iets van een Engelse buldog in. Dat denk ik in ieder geval. Dus ja, maar we zijn super blij met hem. En voordat we naar Nederland gingen, had hij dus al een nachtje bij ons geslapen. En voordat we hem dus hadden genomen en opgehaald, hadden we eerst eens een heel goed oppasadresje gezocht. Dus een heel leuk vrouwtje die zelf ook honden had. Via. Ja, alles beter als daar binnen zitten natuurlijk in dat glazen hok. Dus ik had zoiets van ja, dan zie ik hem over een maandje weer. Niet wetend dat ik bijna vier maanden in Nederland zou blijven. Maar ja, nu zit ik dus al, vorige week was hij dus ook al hier. Toen heb ik hem nog een beetje verborgen gehouden. Nu zit ik dus met een soort van pup. Nou, hij zal denk ik 6, 7 maanden nu al zijn. En Rio in quarantaine. En dat is best pittig. Maar aan de andere kant spelen ze wel heel lief samen. En ja, ik kan niet anders zeggen. Hij is zindelijk. Tenminste, ik kan dat later wel eventjes laten zien. Heel veel honden, omdat je hier appartementen hebt, doen het dus op pets. Die hebben een soort van training op pets gehad. En die gooi je dan gewoon weg. Natuurlijk ideaal als je dus in quarantaine zit. Maar ja, dat betekent dus en luiers verschonen en pets verschonen. En een beetje corrigeren. En hij verstaat alleen nog Koreaans natuurlijk. Dus dat is ook wel een beetje een ding. Maar voor de rest, ik kan niet anders zeggen, het is een heel grappig, leuk, lief beest. En ik heb er geen spijt van. De reden dat Dave en ik het onze ouders pas nu hebben verteld, is dat we gewoon een beetje bang waren voor de reactie. Of dat ze het zouden afkeuren. Maar goed, ik ben bijna 30. En gelukkig is het goed uitgepakt. Rio is helemaal blij met Kimchi en wij ook. Nou, ik denk dat ik maar eventjes ga opruimen. Is echt nodig. Ik verveel me dus nog niet echt. Ik heb alleen heel erg zin om naar buiten te gaan. Moet je kijken, het is nog steeds zulk mooi weer hier. Ja. Nog
Ja. Even volhouden, hè? Ja. Gaan we naar de speeltuin. Nou, het is dinsdag en ik ben weer de hele dag bezig geweest met opruimen, schoonmaken, koken. Kastjes uitsorteren. Eventjes wat dingen die weggegooid moesten worden. En ik had Rio, dacht ik, even lekker naar bed gedaan. En kon ik rustig naar de wedstrijd kijken. Want Dave speelt weer. Die heeft gewoon 2 wedstrijden in de week steeds. Maar Rio is even helemaal door het dolle. Want die werd wakker. En die is alleen maar bezig met kattenkwaad. Ja, ja, ja. En alles op de grond gooien. Troep maken. En kindje doet lekker mee. Ja, doei. Zullen we zo weer naar bedje toe? Bedje toe? Ik kan ook gewoon nee zeggen. Nee. Oké. Nee. Dan nog maar Trolls kijken straks? Trolls? Ja. Mama moet ook nog even sporten. Wil je met mama sporten? Mama. Ja. Hoi. Ach, dat is toch lief. Jullie zijn zo lief. Zachtjes, hè? Ja, dat is lief. Dus. Ik zal zo even laten zien hoe Kimchi er eerst uitzag. Was echt super cute. Zij is nog steeds cute. Maar ik had niet verwacht dat er zo een stevig hondje uit zou komen. Maar aan de andere kant maar goed ook. Want Rio denkt soms dat het een paard is volgens mij. Dus daar moet ik wel een beetje mee oppassen. Dit was Kimchi. Echt heel cute, toch? Dus jullie snappen wel een beetje dat wij verkocht waren. Nou, dit was dus de eerste dag toen wij Kimchi in huis hadden. 13 november. Kimchi, ja. En dat was een dag voordat ik dus naar Nederland vertrok. En hij ging helemaal niet piepen en hij was eigenlijk gelijk al zindelijk. Toen voelde ik me eigenlijk wel super rot dat hij natuurlijk weg moest. En ergens vind je het dan ook een beetje zielig. Maar ja, anders had hij daar dus nog achter dat raam gezeten, achter dat glas. Dus, en het is allemaal goed gekomen. Hij is heel snel gewend. Wil je even rustig doen? Even rustig. Oh god, ik kan niet wachten dat hij lekker op bed ligt. Goedemorgen, lieve Rio. Je wil eruit, maar weet je wat ik net zag wat er op jouw rug zit? Nee. Ja, er zit iets geks op jouw rug. Nee. Wat is dit? Er zit een mondkapje op je rug. Een poe. Hoe kan dat nou? Oh. Oh. Wil je eruit? Je zit er weer een zoontje van te maken, hè? Oh, oh, oh. Nee. Je hebt het soort aangetrokken als een soortje van vestje. Kom dan nou. Kimchi. Haal hem maar. Hey. Goedemorgen, Kimchi. Goedemorgen. Het is dus woensdag vandaag. Nog donderdag, vrijdag. En zaterdag mogen we er eindelijk uit om 12 uur. Wat dus super raar is, vind ik, dat ik afgelopen keren 2 keer een soort van verrassingsbezoek heb gehad. En dat is deze keer dus niet gebeurd. Dat ze mijn hele huis gingen doorzoeken en of je thuis bent. En nou ja, zeg maar meer gewoon een check-up of je thuis bent en of je wel alleen bent. Is dit keer dus niet gebeurd. Misschien komt het nog. Maar vorige keer was het iedere week 1 keer. Nou, vorige week heb ik ze niet gezien. Ja, de muren komen wel op me af. En deze 2 driftenmakers zijn de hele dag rondjes aan het rennen door het huis. Dus ik ben het echt wel zat. Ik ben ook heel moe. Gewoon van het binnen zitten en niks doen. En
aan de andere kant ook wel weer druk met wassen, schoonmaken en entertainen. Ja, gewoon moe. En ik denk ook niet dat het dus heel gezond voor je is om gewoon 2 weken binnen te blijven. Het kan niet gezond zijn. Wat zit je te snurken? Doe eens rustig, jongens. Je hebt nog steeds je mond kapot. Het is ook gewoon heel weird dat Dave zo dichtbij is en dat ik hem gewoon niet kan vasthouden. En hij heeft wel ondertussen wat boodschappen gebracht voor de deur. Dan heb ik hem al heel stiekem even gezien en gezwaaid vanaf afstand. Maar that's it. Dus dat is gewoon heel kloterig. Maar goed, het einde is in zicht. Ik ben gewoon veel aan het facetimen met familie, vriendinnen. En met Rio in de huiskamer aan het dansen. Als Rio straks gaat slapen, ga ik ook nog even slapen. En ga jij ook even slapen, kindje? Kindje. Zo gaat het de hele dag. Goeie. Nou, middag is het hier. Het is hier nu 1 uur. En het is donderdag, dus dat betekent dat ik niet morgen, maar overmorgen eruit mag. Ik heb gisteravond controle gehad. En er stond iemand voor de deur. Ze zijn niet binnengekomen. Maar alleen even om te checken of ik hier was. En nou ja, ik was er natuurlijk. Ik kreeg ook via de app te horen dat ik dus nog een keer een COVID-test moet doen met Rio. We zijn al geweest een dag nadat we waren aangekomen. En nu blijkbaar zijn de regels veranderd. Want vorige keer hoefde het maar 1 keer. Ergens midden in de week. En nu moet het dus 2 keer aan het begin en aan het einde. Wat misschien wel logischer is. Maar ik vind het wel weer heel vervelend dat we die test moeten doen. Met name voor Rio natuurlijk. Want daar is het wel gewoon echt heel shit voor. Mocht je je afvragen waarom is Joe opgemaakt. Ik heb eventjes mijn weekvlog van vorige week gezien. En het leek alsof ik al een maand in quarantaine zat. Ik zag er echt heel gedeprimeerd, bleekjes en stoffig uit. Dus ik dacht vandaag, ook al zit ik de hele dag binnen, ik maak er wat gezelligs van voor jullie. En je voelt jezelf ook al een stuk beter, moet ik zeggen. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel de realiteit natuurlijk. Ik denk dat er veel vrouwen zijn die zich in mij kunnen verplaatsen. Als in dat het heel druk is met een kindje. Sommige mensen hebben er 3 of 4 rondlopen. En vooral als je dus in quarantaine zit of de kinderen niet naar school kunnen, is er gewoon weinig tijd voor jezelf en ben je gewoon heel moe. Althans, ik in ieder geval. En de pup is echt super leuk, maar ook natuurlijk hartstikke druk. Ik heb nu 2 terrors rondlopen. Al moet ik zeggen dat het wel een hele makkelijke pup is. Genoeg over dat. Ik verheug me heel erg op dat ik jullie weer kan laten zien hoe het buiten is. Ik verheug me er zelf wel heel erg op om gewoon ergens in een restaurantje te zitten. Of naar een leuk pretpark te gaan. Gewoon de normale dingen eigenlijk waar iedereen al heel erg lang naar uitkijkt. Als ik nu een serie op Netflix kijk en ik zie mensen uit eten gaan en leuke dingen doen. Dan voelt het heel erg onwerkelijk en heel lang geleden. Maar goed, straks wordt het allemaal weer werkelijkheid voor mij. En ik hoop dat het in Nederland ook gewoon snel verandert. Dave is binnenkort ook weer een paar dagen vrij. Dus kunnen we ook weer allemaal leuke dingen doen. Ja, ik kijk er gewoon ontzettend naar uit. Binnenkort is het natuurlijk Pasen. En dan hebben we ook al wat leuke dingetjes gepland met alle foreigners die hier zijn. Ja, ik kijk er gewoon heel erg uit om naar buiten te gaan. En voor Rio is het ook gewoon best wel heftig. Die loopt hier ook zo tegen het raam te slaan en staat met zijn jas en gimpen bij de deur. Van dat hij naar buiten wil. Ja, het is gewoon echt heel pittig als je gewoon echt niet naar buiten mag. Ik voel me ook echt een beetje gewoon suffig of zo. Goedemorgen. Ik was al vroeg uit de veren. Ria was om 6 uur wakker, dus dat was top. Ja, het is vandaag vrijdag en dat betekent dat ik dus morgen, of dat we dus morgen, uit quarantaine mogen. Daar ben ik echt super blij mee. En ja, heel veel zin in. Ik heb nog niet eens gekeken wat voor weer het wordt. Maar het is hier steeds volgens mij heel erg mooi weer. En dat kan ik straks dus al een beetje voelen. Want we moeten dus straks de coronatest weer gaan doen. Met z'n tweetjes, Rio en ik. Dus straks word ik gebeld tussen 10:30 en 10:30. Dat ik naar beneden moet lopen. Dan gaan we een ambulance in.
En dan gaan we naar het station. Daar staan allemaal van die tenten. En ja, daar ga je de coronatest doen hier. Dus ik ben heel benieuwd of we nou corona hebben gehad. Ik denk het niet. Verheug me er natuurlijk niet op. Zielig voor Rio. Ik overleef het wel. Ik vind het ook geen pretje. Maar ik heb het nu al zo vaak gehad. Ik denk dat hij wat er staat er zo in glijdt. Rio, kom eens hier. Wat ben je aan het doen? Er ligt er hier eentje op een stuk speelgoed te kauwen. Kimchi? Kimchi? Rio, wat ben jij aan het doen? Kom hier. Nee, Kimchi is hier. Je bent niet bij Kimchi. Kom eens hier. Hallo. Het is voor één grote chaos. Nee hoor. Als we straks terug zijn, dan gaan we even opruimen. Nee. Alles klaarmaken. En aan. Ja, dan ga de tv nog even aandoen. En dan gaan we morgen lekker naar buiten. Misschien kunnen we wel weer bij Madame gaan lunchen. Ja. Gezellig. We spelen met Destin en Eva. Ja. Dat is leuk, hè? Misschien even naar de Kids Play Center. Vind je dat leuk? Nee. Ik verheug me echt op alles. Zoals op boodschappen doen, op wandelen. Gewoon lekker naar buiten. Ja, heel goed. Even kijken. Ja. Ben je klaar voor Rio? We hebben net die test gehad. Dat was weer heel traumatisch voor deze kleine buk. Hij heeft echt heel hard gehaald en het ging ook nog even mis. Dat is echt zielig. Maar goed, we hebben het wel gehad. Ja. We zitten nu. Hoi. Gaat goed, hè? Nu. We zitten dus nu in de ambulance. Een beetje een ouderwetse ambulance vind ik het, maar ik kan hem mij leggen. Onderweg naar huis. Dat was ons tochtje naar buiten voor vandaag. Morgen mogen we echt naar buiten. We mogen naar buiten, Rio. Joepie! Kimchi! Nee, niet kimchi. Joepie! Kimchi! Hebben we er zin in? Ja! Het regent pijpen stelen vandaag. Maar we gaan naar buiten, hè, Rio? En we gaan dus naar het playcenter. En ik ga jullie nu even hangen, want ik kan niet... Ga je zwaaien naar iedereen? Ga zwaaien. Ik kan niet filmen. En de paraplu vasthouden. En de wagen duwen. Finally. Zoals jullie zien ben ik dus weer binnen. Helemaal verregend. Het is echt super slecht weer. Dus dat heb ik weer de hele week. Is het zondag geweest. Of deze hele twee weken. En nu regent het dus heel hard. Maar ja, ik dacht dat mag de pret niet drukken. Dus we gaan leuk naar een playcenter. Nou, ik alles ingevuld daar. Koorts gemeten. Schoenen uitgedaan. Alles in een kluisje. En ik lig in die ballenbak met Rio. Net 2 minuten. En er komt iemand naar me toe. En die zegt, sorry, ik ga even de tv zachter zetten. Sorry, maar er zijn mensen die klagen omdat Rio geen mondkapje op heeft. Dus iemand van de staf, van de ballenbak, komt naar me toe. Dus ik zeg, oh, ik zeg dus, wat betekent dat? Dat ik weg moet? Ik zeg, want mijn kind is niet gewend om een mondkapje te dragen. En ik kom hier echt al op, nou... 1,5 jaar en het is nooit een probleem geweest. Toen zei hij, ja, mensen klagen, maar wacht even. Dus toen kwam hij later weer terug. Toen zei hij, ja, sorry. Het is verplicht om een mondkapje te dragen. En zeker voor kinderen. Dus dat was voor mij nieuw. Want in geen één playcenter was dat voorheen. En op de een of andere manier schoten de tranen in mijn ogen. En moest ik echt een soort van...
bijna huilen. Ik moest het echt bedwingen, want ik wilde ook weer niet heel dramatisch gaan doen. Alleen ik zeg, oké, nou geen probleem. En ik heb Bria onder mijn arm gepakt en mijn schoenen buiten aangetrokken. En toen belde ik Dave en toen dacht ik echt van, ja, als hij nu niet iets aardigs zegt, dan moet ik heel hard huilen. Die maakte hem op zich wel weer rustig, maar het klinkt ook heel dramatisch. Maar ik dacht echt van, jezus, nu wil ik iets leuks gaan doen met Rio. En die kleine vond het super leuk. En dan moet ik mijn biezen pakken en ik voelde me ook zeg maar een soort van kind die weg werd gestuurd. Maar goed, ik heb nu even wat lekkere boodschapjes gehaald. Ik ben niet naar de HomePlus gegaan, de grote supermarkt. Dat doe ik normaal bijna elke dag. Alleen die is 3 kwartier wandelen. En het regent dus heel hard. Dus dat is minder. Ik zie Dave ook vandaag niet. Dat is ook een domper, want die heeft een wedstrijd en die moet dus vanavond in een hotel. Dus die is vanochtend naar training gegaan. En ik kwam er pas om 12 uur uit. En hij moest meteen door naar een hotel en daar slapen ze. En morgen heeft hij dus een wedstrijd. Ja, dus die zie ik ook pas morgen na de wedstrijd. Papa! Dus het zijn nog steeds Kimchi, Rio en ik. Maar goed, ik heb dus eventjes wat donuts gehaald en een lekker koffietje. En gewoon al even buiten wandelen was zo lekker. Ik zag wel dat weer heel veel nieuwe dingen erbij waren gekomen. En ook wat dingen weg waren. Dus morgen wordt het heel zonnig en is Dave er. Dus ik heb gewoon goede hoop op morgen. En Dave is binnenkort ook een paar dagen vrij. En dan willen we lekker naar het strand gaan. En naar de tapasbar daar. Die hebben jullie ook nog nooit gezien. Die is echt super leuk. Geeft echt een beetje vakantiegevoel. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, dus de dag begon niet heel soepel. Hey Kimchi. Ik had net even mijn agent aan de telefoon. Want we wilden net met z'n tweetjes even in bad gaan na het eten. Want Rio zit helemaal onder de yoghurt. Ja, dit is geen nat haar. Dit is yoghurt. Had na het eten yoghurt gegeten. Dus ik dacht, nou, we gaan even lekker zitten samen. En toen hadden we ijskoud water. Dus er is nu een monteur meteen gekomen. Dat is wel lekker als je in zo'n groot gebouw woont. Dan heb je meteen binnen 2 minuten iemand die het in ieder geval gaat proberen te fixen. Dus ik hoop dat het lukt. En ik sprak dus net Dave's agent en die regelt heel vaak dingen voor ons. En ik vertelde eigenlijk eventjes van het incident in de ballenbak. En toen is hij het gaan opzoeken. Vanaf 24 maanden is het verplicht om een mondkapje te dragen. Nou ja, dat is Rio nog helemaal niet. Die wordt pas in juni 2. Dus ik had dat gewoon kunnen zeggen. Maar ja, ik had me dus, op dat moment was ik een beetje uit het veld geslagen. En had ik me dus nog niet goed ingelezen. Net zoals dat ik niet wist dat je je visum moest laten zien als je naar de Starbucks ging. Ik ben nu naar de Dunkin' Donuts geweest en daar... Dat is tegenover ons huis. En daar kennen ze me gelukkig. Dus, maar ja, het was dus geen topdag. Au, au, au. Niet bijten. Dat vind ik niet leuk. Au. Is au. Zag je toen mijn mama? Mama. Dus, ja, de eerste volgende keer dat ze iets tegen me zeggen, dan kan ik dat dus zeggen. Maar het zit me dan ook gewoon dwars dat er dan iemand is geweest die echt na 5 minuten liep te klagen. Maar goed, aan de andere kant. Misschien is het ook gewoon cultuur. En denken hun echt dat Rio misschien anders de hele boel besmet. Dat kan. Misschien kijk ik er iets te nuchter tegenaan. Maar goed. Het voelde als een drama. Maar zo erg was het ook niet. Maar ik ben wel blij dat ik dat nu weet. Dus dat ik gewoon nog een keer ga proberen om naar de ballenbak te gaan. Want ja, Rio een mondkapje opdoen is gewoon geen optie. En omdat... Oh, Rio of kindje met je. Kindje ging heel hard blaffen voor de man. Die probeert het warme water te maken. Jij deed het ook? Kom je tegen je been? Kusje op. Kus. Kus dan. Over? Over? Ja? Ja, bam. Oef, gebeurt veel. Kijk, Rio is gewoon nog niet op een leeftijd dat ik kan zeggen, als je een mondkapje afdoet, dan moeten we uit de ballenbak. Dat vind ik gewoon het lastige eraan. Want ik bedoel, als iedereen het doet en ik zie allemaal kleine kindjes hiermee lopen. Maar ja, hij is er gewoon niet mee opgegroeid. En luistert wat dat betreft voor geen meter. En is heel ondeugend. Maar ja, ik denk met Rio nog wel meer kindjes van die leeftijd.
Dus ja, hoe ga je dan zeggen van als je geen mondkapje op doet, dan mogen we niet naar de ballenbak? Maar toch, als je de ballenbak uitgaat, dan gaat hij heel hard huilen, maar snapt hij niet dat hij dat mondkapje op moet. Dus dat vind ik gewoon wel een dingetje. Dus mag ik dan gewoon nergens meer heen nu, naar geen één openbare gelegenheid? Op zich 3 maanden nog wel, dus ik hoop tegen die tijd dat ik het er misschien een beetje kan leren. Maar daarna is het dus afgelopen. En moet hij zijn energie hier thuis kwijt. Gaat het lekker, jongen? Yum, yum, yum. Even rustig, hè? Doetje. Doe je rustig? Doetje. Ja. Ach ja. Morgen weer een dag. Dat ga ik morgen doen. Ik wil eigenlijk eventjes kijken voor een nieuwe halsband voor Kimchi, want die is te klein geworden. Ik wil even ergens een salade of een broodje eten. Ik wil een lekker stukje gaan wandelen en nog proberen bij een andere ballenbak of die wel gewoon naar binnen mag. En anders gaan we lekker naar het park. Ja, ook lekker. En even de wedstrijd kijken. En misschien dat ik Natasja en de kinderen nog kan zien. En dan overmorgen. Of dan 's nachts zie ik Dave als het goed is. En dan overmorgen. Gaan we wat leuks doen? Ik denk naar Busan. Papa! Papa! Bijna bedtijd. Oké, het is nog steeds de dag dat ik uit quarantaine ben gekomen. Het is geen topdag. Het lijkt wel vrijdag de 13e, maar dat is het dus niet. Ik ben eerst uit de ballenbak gestuurd vandaag. Toen ben ik bij de Starbucks weggestuurd omdat ik geen visum had. Toen had ik alleen maar koud water toen ik een bad wilde. En als kers op de taart ging ik de hond uitlaten, Kimchi. Samen met Rio. Ik had de wagen meegenomen en ik trek de deur achter me dicht. En toen dacht ik wel even, shit, ik ben mijn telefoon binnen vergeten. Maar ik zou even een rondje lopen en Rio moest toch zo naar bed. Dus het ging niet lang duren. En toen ben ik nog eventjes langs de avondwinkel gegaan. Nog even wat colaatjes gehaald. En toen kwam ik boven. En ik doe de code, want je hebt hier in Korea bij alle appartementen heb je zo'n codeslot. En toen dacht ik, ik heb misschien de verkeerde code geklikt, want hij ging niet open. Dus ik nog een keer, weer niet. Toen liep ik naar beneden naar de conciërge. Ik zeg, de deur gaat niet meer open. En ik heb geen telefoon bij me. En ik weet niet wat ik moet doen. Dus die man mee naar boven en die zegt, motor broken. Dus ik zeg, you mean battery? Battery die? No, motor broken. Dus ik zo, oké. En nou, hij zegt, me not do. Call. Dus ik zeg, er stond zo'n nummer op de deur. Dus ik zeg, ja. Ik zeg, ik heb geen telefoon. Dus hij bellen naar die service. Half uurtje konden ze er zijn. Dus ik stond daar voor de deur. Om 8:30 s'avonds met Rio en Kimchi. En ik had echt zoiets van, oh no. En ik kom nergens heen voor de rest. En toen, inderdaad, 30 minuten. Die man voor de deur, die zegt 20 minuten. Moet een hele nieuwe cijferslot in. Dus ik dacht echt, oh my god. En een beetje toch wel lichte paniek. En Rio was heel erg lief eigenlijk. En Kimchi ook. Maar ik dacht wel, ja, als een van de twee onrustig wordt, sta ik hier. Ik was op mijn sloffen. En heel slot eruit. Rio steeds naar buiten lopen, want de deur bleef openstaan. Die kwam niet terug. Heel veel lawaai, hond blaffen. En uiteindelijk iets langer dan 30 minuten slot erin. Nieuw cijferslot. Dus ja, het was echt geen topdag. Het was niet een hele erge ramp, maar het begon niet helemaal soepel. En het eindigde ook niet helemaal soepel. Dus al mijn hoop is gevestigd op morgen. En om jullie ook een wat gezelligere vlog te geven. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Fingers crossed voor morgen. Sorry, maar dit is toch een heel raar filmpje. Staat er een kinderfilmpje? Sorry, dat moest ik nog even kwijt. Ik ga nu uitslapen. Goeie.
Vanmorgen is het hier. Het is super mooi weer, dus hebben we echt anders opgestaan vandaag. En de dag is in ieder geval goed begonnen. Dus laten we hopen dat het een betere dag wordt dan hoe het gisteren was. Ik ben onderweg naar de OnePlus met Rio. En ik ga even wat lekkere boodschappen halen. Het is echt een super fijne supermarkt. Waar in de vorige video's ik al heel veel over heb verteld. En dat hebben jullie ook al vaker gezien, maar het is net alweer een tijdje geleden. Zoals jullie zien, heb ik even dat mondkapje onder mijn kin gedaan. Ik weet gewoon niet zo goed in deze 4 maanden dat ik in Nederland ben geweest, wat de regels nu zijn. Ik heb al een beetje geprobeerd internet te vinden en ik dacht dat het niet zoveel zou verschillen. Want het is niet zo dat de cijfers hier omhoog zijn gegaan. Sterker nog, het gaat alleen maar naar beneden. Maar goed, ik zie sommige mensen zonder mondkapje op straat lopen. Dus ik vraag me gewoon af of het moet in de buitenlucht. Maar ik wil natuurlijk niet gezien worden als asociale buitenlander. Dus ik zie dus ook nog heel veel mensen met mondkapje in de buitenlucht. Dus ik heb hem gewoon een beetje zo subtiel onder mijn kin hangen. En als er mensen voorbij komen, dan doe ik hem snel weer op. Rio heeft uiteraard geen mondkapje. Ik ga vandaag proberen in het Playcenter in OnePlus wel met Rio naartoe te gaan. Nogmaals, ik ga hem geen mondkapje op doen, want dat heeft gewoon geen zin. Dat heb ik al geprobeerd. En ja, hij begrijpt het nog niet. En het is dus niet eens verplicht. Ja, het is hier 18 graden met zon. Er staat wel een beetje een windje, maar het is echt super lekker. Dus ik ga proberen om een lekkere shake te maken. Want als het mooi weer wordt, heb ik meer trek 's ochtends in een lekkere shake. En kijken of ik dat dus kan vinden. En dan gaan we terug naar huis. Ik ga Kimpje uitlaten. En dan speelt Dave een wedstrijd. Ik ga kijken op tv. En dan komt Dave vanavond eindelijk thuis. Dus ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Dan is hij meteen een paar dagen vrij. Dus dat is echt top. Rio? Hier drinken, hè? Timmer, mama. Rio is boos omdat hij niet mag drinken in de op de speelplaats. Wat is er, schat? Dan moeten we naar huis. Ja, dat is ook leuk, hè? Wow! Haar opruimen. Mooi. Rio is naar boven. Ik vind het interessant wat die grote meiden doen. Kijk, daar is hij. Rio. Joehoe. Hey. Gisteravond heb ik nog even de wedstrijd gekeken. Dave speelde uit en die had ik dus nog steeds niet gezien. Hij had weliswaar gescoord, wat gewoon best wel bijzonder is voor een verdediger. En ze hadden wel helaas 2-1 verloren. En toen was het wachten tot hij weer thuis kwam. Dus Rio was ook nog wakker. Die liep alleen maar papa papa de hele avond, want die had ik al een beetje gek gemaakt. Dus ja, dat was wel een heel fijn moment toen hij gisteravond thuis kwam. En nu beginnen we aan een nieuwe frisse week en wordt alles hoop ik weer een beetje normaal. En het is super mooi weer, dus ik kan niet wachten om jullie mee te nemen naar volgende week. Maar het was het voor nu, weer voor deze week. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, nu hoop ik dat er allemaal leuke dingen op ons pad komen. En dat we allemaal nieuwe dingen gaan meemaken. Doeg!